wat wij ongeveer produceren aan gas bij elkaar, datgene wat wij in een dag opwekken en dus omzetten in energie, daar kun je 2700 huishoudens al mee voorzien, absoluut. Ik hou me bezig met het proces van afvalwater zuiveren en de afvalstoffen die daarbij vrijkomen weer benutten voor het gebruik van energie en grondstoffen. In de tijd van mijn opleiding heb ik ook stage gelopen bij een waterschap. Het was toch wel dusdanig leuk dat ik er toch wel weer opnieuw in terechtgekomen ben. Ja, werken in de techniek vind ik dat is prachtig. Het produceert wat, het doet wat, het leeft een soort van. En daar heb jij als persoon de regie over. Je kan het bedienen, repareren. Je werkt met machines die water verpompen bijvoorbeeld. Maar je werkt ook met motoren die energie opwekken. Het is echt heel divers. En aan de andere kant ben je niet alleen bezig met sleutelen, maar techniek houdt ook voor mij in zorgen dat een proces goed loopt. Dat de cijfers kloppen. Zorgen dat we zo energie-neutraal mogelijk kunnen draaien. Dat hele plaatje samen, dat vind ik echt super mooi aan techniek. En een mooie combinatie, hè, werken met techniek en gelijk ook daarin een bijdrage kunnen leveren aan milieu. Met elkaar betalen we er ook voor. Ja, daar spannen wij ons voor in. En daar heeft iedereen een groot belang bij natuurlijk.